Welkom bij Nederlerd. Welkom, zoals jullie kunnen zien, hebben we een hele nieuwe game op het scherm staan. Ja. Namelijk Rayman Legends. Ja, dit spel is superleuk. Ja, superleuk spel. We kunnen natuurlijk nu geen livestreams doen, nee. Omdat we dus op vakantie zijn. Maar dit is dus even een voorproefje, want als we dus een van de games klaar hebben, waarschijnlijk Pokémon, gaan we dus verder met Rayman Legends, jongens. Ja, inderdaad. Ja, dus gaan we dit lekker spelen. Ja, dit worden de eerste twee afleveringen, deze woensdag en volgende week woensdag, van onze nieuwe Let's Play-serie. We gaan beginnen. Inderdaad, we gaan een nieuwe game starten en we gaan gewoon op avontuur. Ja. Cindy gaat dus de eerste aflevering spelen. Laten we eens genieten van de cutscene. Dat vind ik altijd echt. De stijl van deze game is zo mooi. Ja, vroeger was het natuurlijk allemaal 3D. Ja, inderdaad. Rayman was vroeger altijd 3D en tegenwoordig hebben ze het weer getekend op een platte manier. Toch vind ik dit net iets leuker. Ik weet niet waarom. Ja, het heeft een mooie stijl. Ja, dat wel. Maar sowieso waren die Rayman spellen vroeger al heel mooi. Ja, en het is lekker cartoony, weet je wel. Lekker een beetje sprookjesachtig. Ja, ze kunnen er heel veel mee. Dikke pad. Ja, top. Dikke kikkers. Ja. Dat zijn toch de vijanden? Ja. En dat zijn de vijanden? Dat vliegende beestje die speelde ook in. Die had ook een grote rol in. Hoodlum Heaven. Ja, daar ook. En in deel Rayman 2. Ja, Rayman 2. Dat is ook wel heel erg veel voorkomen. Want hij deed de 7 punten en. Dan moest je bij hem zijn. Hij gaf je advies. Ja, hij was de advieskikker. Ja. Nou, wat is het? Een vliegje toch? Een elfje of zo. Ja, het was een vliegbeestje. Murphy of zo heette die, dacht ik. Maar goed, oh, dit is zo cool. Kijk, die draken zijn cool gemaakt. Ze zijn deels 3D, maar ook weer deels 4D. Dat is echt heel tof getekend. Ja. Nou, wat je moet doen is, je moet zoveel mogelijk van die beestjes, hoe heet die nou ook weer? Ja, lumps toch? Nee, geen lumps, hoe heet die? Oh, Tweenies. Tweenies, zoiets, ja. In ieder geval die kleine blauwe koninkjes en blauwe mannetjes. Die moet je vrij spelen. Zitten daar een boven de boom? Ik moet tikken op het scherm. Ja, ze moet tappen. Jee. We doen dit op de Wii U, jongens. Er komt weer een versie van deze game uit voor de Nintendo Switch, maar die is nog niet uit. Dus dat gaan we later nog bij. Oeh, kijk. Ik heb dit spel een keer gespeeld. Ja, Cindy heeft het spel al een keer gespeeld. Ik heb het zelfs een keer uitgespeeld. Oh, nice. Ik heb dit een keer in een, ooit lang geleden een keer gespeeld op een demo-versie, maar nooit de hele game. Nee? Nee. Nou, zag je daar de stipjes bovenin het beeld even verschijnen? Dat zijn alle poppetjes die we moeten vrij gaan spelen. Ja. Dus dat zijn er aardig wat. In elk level heb je er weer zoveel. En die lumps heb je dan allemaal. Oh ja, zo vliegen. Ja, je kan vliegen, je kan springen, je kan van alles. Kijk, weer eentje vrijgespeeld. Nu kan je de grond slaan. Ja. Dat is dan een pijltje naar beneden met ei. Oké, dan weet ik dat ook weer, want het is voor mij al zo lang geleden. Ja, dan kan je daarna zo de lucht uitslaan. Oh, nice. Mooie combo. Wauw. Doei. Staan daar gewoon even rustig te wachten. En er zitten natuurlijk weer secrets in deze game. Overal secrets, jongens. Dat is een beetje als Donkey Kong. Ja, Donkey Kong zit er ook vol mee. Ja, je moet die lumps pakken. En je moet wel de roze het eerst pakken, dan krijg je extra punten. Dat is zo, maar soms is dat heel lastig. Ja, ze springen overal heen natuurlijk. Oké, dat was makkelijk. Ja, inderdaad. Yay, vrij speel! Yay, een van de koninkjes! Oh yeah, koninkje! Oké, ik moet weer tappen op het scherm. Ja, oké, dan moet Murphy moeten gaan doen. Dan speel ik als dat elfje en die, dan moet ik tappen. Op het scherm, dan slaat hij in het oog zeker. Ja, zodat hij weer verder kan. Ah ja, dat is wel tof verdacht, hè? Ja, dat is wel leuk. Bam! Ik vind het wel heel tof. Ja, dat wel. En dan moet ik dit beest moet ik... Oh, moet je kietelen? Ja, en dan... Gaat hij hem slaan? Ja, oh, nice. Heel raar. Het is wel heel tof verzonnen. Ja, dat wel. Ik vind het echt wel tof. Oké, even kijken hoor. Ergens heen. Oh shit, ja. Ik moet al die dingen wegkutten, dus ik kan nu niet... Ik moet nu niet naar de tv kijken, want dan raak ik... Ja, wij kijken wel naar de tv en dan kunnen we alles zien wat ze aan het doen is. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Oké, dan moet je iets slepen of niet? Kijken, lukt zo. En dan... Gaat hij daar opstampen, ja. En dan heb je daar als het is weer zo'n boeisje. Ja, weer zo'n boeisje. Boeisje. Leuk hoor. Ja, hij doet de rest doet hij allemaal zelf. Ja, dat is wel mooi. Oké, dus dit moet je dus dan... En, ja. Oeh, nice. Help me. Oké, die moet je niet hakken. Nee, want dan maar die wel. Maak ik dat beest dood en dat is ook weer niet de bedoeling. Oh, toch weer niet? Nee. Ah, joh. Hè? Nee. Spring hem omhoog. Yay. Woo.
Dit is wel tof. Ja. Ik kan het wel waarderen. Oké, en nu moet ik de Wii U of de Gamepad moet ik draaien. Oh, en dan... Er zit zoveel variatie in. Ja, dat wel. Maar bij de Xbox, je hebt dit spel voor de Xbox, ja. Dan is het totaal anders. Oh ja, dit is lastig. Oh, je moet hem draaien zeker. Ja. Kijk. Ja, en dan moet je hem vasthouden zo. Ja. En dan goed begeleiden. Yeah. Dat is wel grappig. Oké, dan gaat hij daarheen, kan je daar, dan moet je hem helemaal ronddraaien. De andere kant op, helemaal zo. Oh, dat gaat niet, je moet hem echt helemaal rondje. Oh, ja, snap, kijk, zo. Hij gaat er dan zelf heen. Oh. En dan. Nice. Tjaka. Het wordt steeds lastiger ook. Ja, en dit is nog maar het begin, jongens. Ja. Jij moet hem even goed voorleggen. Glowbox, of wat is het? Volgens mij is het Glowbox. Ja, maar Glowbox die heeft iets. Je hebt meerdere soorten Glowboxen. Ja, maar de originele Glowbox is leuk. Ja, die is leuk. Ik vind deze Glowbox ook wel leuk. Een groene Glowbox. Dat wel. Volgens mij is het gewoon wel een Greenbox. Het is Greenbox. Ja, een Greenbox. Een Xbox is het. Xbox is groen. Oeh, yeah. Nice. Wauw. Je weet gewoon alle secrets gewoon. Nou, dat ook weer niet. Oeh, die moet er beneden. Oeh. Yeah. Ja, jongens. Dit is... Ja, ik vind het echt... weer leuk om een platformer te spelen. Want we hebben natuurlijk Mario hebben natuurlijk uitgespeeld. Als jullie het nog niet gezien hebben, check ons kanaal even als je Mario tof vindt en je wilt dat mooie let's play van Mario. Mario was geniaal. Weet je, daar hebben we heel veel plezier aan gehad. Maar hier is het gewoon weer de potentie om weer net zoveel plezier te krijgen uit zo'n mooie gamepje. En ik ben echt wel benieuwd hoeveel mensen Rayman kennen of nog niet kennen. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik vind Rayman echt heel tof. Is zo'n oud spel wat we vroeger ook hebben gespeeld. Vroeger speelden wij dit ook op de computer en zo, weet je wel. Je hebt ze gewoon allemaal vrijgespeeld. Nee, nog eentje niet. Oh fuck, nee. Eentje niet. Ah shit. Eentje niet. En nu is de vraag, waar zat die dan, hè? Waar zat die dan? Ja, dat vraag ik me ook al. Oh ja, dit puntensysteem is wel leuk, hè? Dan ga je dus steeds hoger en dan krijg je allemaal bonuspunten. Ja, ik heb nu een kraskaart en dan kan je ook mee dingen unlocken. Oh, dat, scratch me baby. Oh, blij mannetjes. Oké, we hebben drie paarse mannetjes. We krijgen een creature erbij. Ja. Wat is een creature? Het is gewoon een ding wat je kan verzamelen. Oké, okay, je kan van die rare beestjes verzamelen. Ah, leuke beestjes verzamelen en daar houden we van natuurlijk. Ja. Verzamelen is onze hobby. Ja. Ben benieuwd hoeveel mensen de video gekeken hebben van het weekend. Want daar hebben we, als het goed is, als alles goed geüpload is jongens, hebben we onze gamekamer de introductie gegeven. Ja. En daar zie je onze verzameling zo in voorkomen. Dus als jullie dat tof vinden en hebben we nog niet gezien, zeker even checken jongens. Zeker doen. Ik vond het ik vond het best leuk om even jullie te delen hoe wij onze Pokémon video ook opnemen en zo, weet je wel. Plop. Zet me denken aan Kabouter Plop. Kabouter Plop was geweldig. Nou, ik weet het niet. Ik vond Kabouter Plop een beetje... Ik weet het niet. Ik was niet echt zo'n fan van Kabouter Plop. Ik vond hem een beetje eng. De kaboutertans is wel leuk trouwens. Oh, die heb ik echt vroeger als kleine Stef heb ik die toch wel echt extreem goed nagedaan. Ik ook. Hoeveel van jullie kennen de kaboutertans jongens? Wie kent het niet? Nou ja, ik denk best wel veel mensen eigenlijk. Want ja, waarom zijn er kaboutenplop luisteren? Waar je ook naar Justin Bieber kan luisteren. Oké, kijk dit. Oeh, shit. Je moet onthouden welke het zijn. Oké. Ja, dus rondje, vierkantje, driehoekje, rondje jongens. Oké, en nog een driehoekje. Oké. Dus je moet nu gewoon springen of niet? Ja. Rondje, een vierkantje. Ja. En dan weer een driehoekje. En dan rondje. Rondje en dan weer springen. Zo. Ja. Yeah. Hatsa. Het gaat lekker. Je bent echt goed in deze game. Nou, dat zie je wel dat je het al vaak gespeeld hebt. Nou ja, natuurlijk. Het is alweer een tijdje geleden. Ja, maar toch. Gaat ik lekker. Vind het wel een leuke game. Ik vind die tekenstijl heel leuk gedaan. Ja, ik inderdaad. Als ik zo kon tekenen. Het is 3D, maar ook weer niet. Ja, inderdaad. Het is een beetje zo'n stijl of je zegt van het is net alsof je zo'n soort van stripboek aan het bekijken. Ja, precies. Oké, je moet op die knop, dan moet je snel naar het hoekje rennen. Maar dat kan ook zo, dat kan ook. En nu springen in de lucht. Oh. Oeh, dat mes jongens. Als je daardoor geraakt wordt, is je kapsel toch een stukje korter, denk ik. Ja, en dan kan Rayman niet meer vliegen. Nee, inderdaad, want die vliegt dan echt met zijn kapsel. Ja. Wee. Oké, dan gaat het mes weer jongens. Maar ik heb wel het idee dat die spellen vroeger wel iets moeilijker waren dan... Ja, ze maken ze steeds iets makkelijker, omdat er natuurlijk steeds meer mensen ze ook moeten spelen. Omdat de games heel veel gekocht worden door andere mensen. Oei, je kan zeker in die ogen prikken en dan gaan ze weg, of niet? Nee, dat kan niet.
Dat is wel apart. Dus ik moet nu echt uitkijken. Oké, dan kan je dat kussending, maar dan kan je op de grond erin springen. Daar beneden is toch nog een geheimtje hoor. Ja, maar even kijken. Moet terug, anders mis je Volgens mij was dit geheimtje. Ja, maar beneden zat ook nog een geheimtje, want er zat een botten en dan kan je doorheen. Oké, ik ga weer even terug. Ja, als je daar naar beneden zo'n bonk doet, zo'n bonk. Maar daaronder, daar kan je nog een muntje halen, zie je? Oeh, nice. Ik wist niet eens dat het een aanval was. Maar je kan gewoon dus draaien in het water. Dan ga je ook wel ietsje sneller. Ah, dat is mooi. Dus een soort van speed attack. Ja. Die ook nog eens een keer nuttig is. Ja, maar je krijgt ook later waterlevels waar ik echt de pest hekel aan heb. Ja, weet je wat? Dan doe ik de waterlevels. Dan doe jij de levels waar ik dan in zit. Oh, fuck. Mooi deal, toch? Oh, ben je dood? Ja, ik werd geraakt. Wat? Oh, kan je maar één keer geraakt worden dan? Nou, ik heb dat hartje achter me. Ja. En dan kan je al geraakt worden, maar die breekt dan als je geraakt wordt. Oké, dus je kan 2 keer geraakt worden? Ja. Als je dat hartje hebt? Ja. Oeh, dat is wel weinig, zeg. Ja, dat wel, maar je hoeft niet game over. Oké, je gaat eigenlijk nooit game over. Dus het is nooit dat je heel het level opnieuw moet doen. Nee, inderdaad. Oh, dus dat is wel een ding. Dat is wel een beetje zoals met Yoshi's Woolly World. Ja. Smooth. Ja hoor, weer eentje vrijgespeeld. Oké, gelijk slaan. Yes, bam. Nice. De boos had nog wat. Kijk, balljump is zo mooi, jongens. Pew! Oeh. Ik vind het wel schattig. Oeh, ja, het is leuk, het is leuk. Al die botten zijn allemaal dode mensen, hè, die je nou Leuk. Je maakt het spel echt leuk. Ja, jongens. Miljoenen beesten zijn doodgegaan bij het maken van het spel. Oké, naar beneden, boom. Oh, dat kan ook. Nee, daar zie ik botten. Botten is altijd goed. Okay, botten. Maar kan je daar ook verdrinken? Nee. Oh, hey jongens. Die Raymond is gewoon echt een baasje eigenlijk. Ja. Oh, dan ga je de boel pakken. Zou ik het doen. Je gaat wel... Kijk, grijp je. Kijk toch. Oh shit. Weg. Nu weg. Oh, jongens. Ik word al zenuwachtig dat die beesten nog even afwachten totdat ze gaan grijpen, weet je wel. Het gaat lekker. Ik vind het goed gaan. Het gaat net iets te goed gewoon. Hè? Voordat je het hoe kom je daar dan? Kan dat überhaupt? Vast wel, maar... Door kussen denk ik. Ja, nice. Je moet zo'n poef doen. Ja, dat is wel gevaarlijk, want die prikkels die zijn wel een beetje eng. Niks aan het handje. Oké, naar beneden laten vallen, kan dat? Yes, dat kan. Oh joh. Niks aan de hand. Gaat helemaal goed. Gaat helemaal goed. Nog wel. Ja, ik ben wel benieuwd wat jullie van de game vinden tot nu toe, jongens. Dus laat in de comments even weten wat je van deze game vindt. Ik vind het tot nu toe leuk. Ik vind het sowieso top. Ja. Ik heb altijd Rayman al leuk gevonden. Oh ja, dat waren die handbeesten, hè? Ja. Daar heb ik ook zo zenuwachtig van. Oh, nice. Die actie was dat mooi. Dat was leuk. Dat voelt wel goed, hè? Als je dan ineens zo'n combinatie hebt dat je echt van... Oh, check. Ja. Precies, ik vind die dingen, die turnips, of ik weet niet wat het moet voorstellen, die vind ik best wel raar. Ja, die zijn best wel vreemd inderdaad. Hoi. Oh shit. Oh, daar word je echt zenuwachtig van, die moet je echt klimmen. Ja. Hebben we er nou eentje gemist? Ik weet niet. Want ik zie wel dat we eentje er tussendoor missen. Oh, serieus? Maar ja, dat is altijd een beetje een vraag waar ze dan zitten, je weet je. Je moet wel heel veel geduld hebben om ze allemaal te vinden, inderdaad. Oh ja, dit. Oeh, dit zijn levende steenbeesten ofzo. Dat ik er wel nog eentje kan vinden. Ja, ja, maar er is er nog eentje in het midden, dus ik weet niet of die... Ja, dat is... Hebben die dan gemist, dat zijn... Nee. Zijn die speciaal? Ja, die zijn... Oh nee, wel, toch wel. Nou, laat dan maar. Ja, we gaan ze, als we ze nog nodig hebben, gaan we altijd nog terug natuurlijk. Ja. Er zit er eentje die we missen. Ik weet niet waar die zit dan. Ja, het zijn altijd van die hele lastige plekken. Ja, die bovenste die zijn altijd wel een beetje speciaal. Dus ja, ik denk dat die op een speciaal plekje zijn. Ja, dat plekje zijn degene met de kroontjes. Inderdaad. Kijk, lekker hoor. Die punten van binnen, kraskaart erbij en de bovenste beker. Ja, nee, ik heb de dance beker. Dat is de dance beker. Dan ga je dansen. Jansen. Maar ik denk dat we de rest laten voor jou. Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Want ik heb er best wel zin in, jongens. Ja. Dus als jullie nog een afleveringetje willen zien, moeten jullie volgende week woensdag gewoon weer terugkomen. En dan komen we gewoon weer in aflevering 2. We hebben dus nu alle dingen vrijgespeeld, zoals je kan zien. Ja. We gaan dus weer lekker door. Hebben jullie daar zin in? Geef deze video dan zeker weten een like. En vergeet niet te abonneren voor meer video's zoals deze. Want we gaan natuurlijk lekker door.
Laat ook weten of je deze serie leuk vindt. Want we gaan dit natuurlijk... Dit willen we dus gaan doen als volgende game. Ja. En we zijn best wel benieuwd wat jullie vinden natuurlijk. Ik vind het in ieder geval een heel leuk spel. Ja, wij hebben er heel veel plezier in. Er komen nog veel meer characters die we vrij gaan spelen, jongens. Dus dat wordt echt een feestje van je welste. Ja. Dus wil je dat nou zien? Abonneer op ons kanaal. Laat ons weten wat je van deze gameplay vindt. Dat waarderen we heel erg. En dan zien we jullie de volgende keer weer, jongens. Ja. Tot de volgende keer. Dag.